Welkom bij het Kermisjournaal, aflevering 7. Wij brengen u als eerste het allerlaatste nieuws wat anderen laten liggen. Mijn naam is Jan Balen. Een bekende waarzegger op de Tilburgse kermis is in de kermisnacht van zondag jongstleden op maandag aanstaande een glazen bol ontvreemd. Deze bol bevat een schat aan waardevolle informatie. Persoonsgegevens over liefde, geluk, financiën, werk en gezondheid liggen op straat als deze bol in de verkeerde handen komt. De officiële politiereactie is: hij had het kunnen weten. Zegger die nu voor zijn eigen toekomst vreest, doet zijn voorspellingen voortaan uit het blote bolletje. In Tilburg lopen verdenkingen tegen een verkoper van navigatiesystemen. Deze zou met de software geknoeid hebben om zijn winstmarges te verhogen. Al diegenen die bij deze verkoper een navigatiesysteem hebben aangeschaft, zijn op dit moment spoorloos. Ruud Nooit de Vreeman nam de proef op de som en maakte een proefrit. Aan de telefoon Ruud Nooit de Vreeman. Ruud, waar ben je? Ik sta Polen. Polen? Maar wat had je ingetoetst dan, Ruud? Gewoon, spoorplein, Tilburg, instoetsen. Ja? Hij zei alleen maar, gradehuis, helemaal gradehuis. En ik, ja, en wat moet ik doen dan? Gewoon helemaal gradehuis. Ja, maar helemaal gradehuis, dat heeft met de airco te maken, Ruud. Dan moet je de temperatuur uitzetten, de gradehuis. Maar, en wanneer denk je dat je terug bent, Ruud? Nou, misschien hebben ze daar ook een kermis, hè? Wat heb ik ermee te maken? Zorg ervoor dat ik met thuis kom. Met die rotzooi, met die navigatiesystemen. Wil ik het gewoon bouwen? Succes ermee, Ruud. Anders Ruud. Gisteren berichten wij dat de heer Bril op de Tilburgse kermis bij het spel Plinkske Plinkske een halve motor heeft gewonnen. Wij schakelen nu live naar de kermis, naar de heer Bril. Meneer Bril, is er nog nieuws? Ja, Jan, of er nieuws is, nondertje. Ik ben gisteravond hier weer bij Plinkske Plinkske geweest en dat ging lekker. Ik heb 30 keer een briefje van 5 neergeteld. En ik heb hem, godverdomme. Ik heb de motor. En de mooie man, en dan of de rood. En daar ben ik zo blij van. Jan, alvast bedankt, jongen. Ik vind jou goed, Balen. Ja, ik ga direct. Ik ga het doen, hè. Ik ga het proberen. Ik ga direct met dat ding weg, hè. Ik ga het echt proberen. Maar meneer Bril, is wel alles in orde met uw ogen? Hé, Jan, met mijn ogen is niks, hè? Daar zie je me niet een bril. Ik ga! De heer Bril is waarschijnlijk ook in het bezit van een halve rijbewijs. Dit was weer Balen vanuit de studio. Tot morgen.